Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken heeft gisteren een ontmoeting gehad met zijn Guyanese collega Hugh Hilton Todd om de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen verder te verbeteren. De ministers werden het eens over een strategie om de bespreking over verschillende onderwerpen de komende maanden vooruit te helpen. In dit verband benadrukte minister Todd de twee prioritaire gebieden voor wederzijds belang, namelijk de vergunningen voor Guyanese vissers en de overbrugging van de Quarantainrivier. 10 militairen van het Korps Marinier Suriname hebben dinsdag op kamp Monsanto een certificaat ontvangen ter afsluiting van een 5 weken intensieve samenwerking met de Nederlandse mariniers in zogenaamde riverine-operaties. Riverine-operaties zijn militaire operaties waarbij rivieren gebruikt worden als weg door moeilijk begaanbare gebieden zoals de Surinaamse jungle. Medio maart startte de samenwerking waarbij de Surinaamse militairen kennis maakten met de Nederlandse procedures om veilig en efficiënt te opereren als zelfstandige booteenheid en als groep van booteenheden. In navolging van de werkgroep Wijken in Ontwikkeling heeft president Santokki presidentiële werkgroepen belast met het duurzaam ontwikkelen van hun eigen woonwijken. De werkgroepen zijn gisteren door het staatshoofd in het perscentrum geïnstalleerd. Het gaat om teams voor woonwijken zoals Hannaslus, Sofiaslus, Goede Verwachting, Evraamzegen en Flora, Lelydorp en het district Para. De werkgroepen zullen zelf met duurzame oplossingen moeten komen ter verbetering van hun leefsituatie.